De Binnenveldse Hooilanden is een gebied van bijna 300 hectare tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen. Dit natuurgebied wordt opnieuw ontwikkeld. Natuurliefhebbers, agrariërs, terreinbeheerders en overheden werken hierin samen. Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld gaan samen deze natuur beheren. De Stichting Mooi Binnenveld wil 50 hectare aankopen. Om dat te kunnen doen, werd een crowdfundingsactie gestart. Met een certificaat kon je een stukje hooilanden aanschaffen. De gemeente Wageningen belooft bij iedere euro 50 eurocent bij te leggen tot een maximum van 60.000 euro. Het streefbedrag van 400.000 euro werd sneller dan verwacht bereikt. En op 17 januari was het moment dat wethouder Dennis Gudden de cheque van 60.000 euro kwam overhandigen. Met het bedrag wordt in 2019 door de Stichting Mooi Binnenveld langs de Grift 50 hectare aangekocht. Hele delen grond worden afgegraven en elders hergebruikt en hiermee is al begonnen. Deze grond gaat zich ontwikkelen tot bijzonder botanisch rijke hooilanden zoals dotterbloemhooiland, blauwgrasland en trilveen. De verwachting is dat veel bloemen, planten, insecten en vogels weer terugkeren naar het gebied. Welkom, fijn dat jullie er zijn. We zijn eigenlijk bij elkaar gekomen om een soort mijlpaal te vieren, een bereikte mijlpaal. Hoor ik iets zeggen over de coöperatie, wil ik toch graag dit feestelijk moment bedenken en het ook overhandigen aan onze partners van Stichting Mooi Binnenveld. En dan is het zo dat wij beide er naar uitzien dat er mooie bloemen komen ja, binnen. Ja, zo is het. Ook voor ons, sommigen van ons als agrariërs, oftewel mijn achterban, ik ben zelf agrariër, is het toch jammer dat er in de afgelopen decades eigenlijk alle bloemen in het veld verdwenen zijn en dat het puur grasland is geworden. En daar zien we naar uit, dat toch weer veel mooier wordt en dan hou je aan die kant alleen maar de pure groene graslanden voor de boeren en aan deze kant komen dan ook de natuurgebieden met de vele bloemen daarin. Ja, en dat gaan we volgens mij nog een officieel momentje bij maken. Lekker, want met dank ook, want Wilma, jij hebt er ook ontzettend veel tijd vanuit ons aan besteden. Je had meegenomen. Dat is natuurlijk nog de officiële. We moeten zo denk ik gewoon een foto van gaan maken. Want dat is inderdaad onze bijdrage en die is eigenlijk relatief beperkt nu in het percentage van de totale investering die gedaan moet worden. Maar we doen het met alle plezier, want dit is echt, vind ik, een prachtig voorbeeld van voor heel veel andere initiatieven. Ik hoop ook dat het voor heel veel mensen stimulans om dit te doen. En ook een bewijs dat dus dit soort initiatieven van onderaf ook gewoon echt een enorm succes kunnen worden. Dus, natuurlijk, maar ik vind het echt dat het jullie gelukt is, daar gaat het om. En, ja, ik zou zeggen, maak het zo zelfs wel licht. Geef me een mooi plekje. Niet onder de boven acties. Ik heb alle namen even op mijn rij gezet. Dus die wil ik ook nog hartelijk bedanken voor. Op de avond van 17 januari konden mensen die een stukje binnenveld hadden gekocht hun stukje grond voorzien van een vlaggetje. Het is straks wel heel saai landschap geworden, denk ik. Ja, dat heb ik echt niet eigenlijk. Het is gemaakt toen bij het groeien van de buitenschool staan. Dit is de situatie zoals die straks eigenlijk moet worden. Als ik er nu naar kijk, dan denk ik, nou, dit zijn allemaal weilanden, dat zijn weilanden en dit wordt een mooi wandel- en fietsgebied. Maar dat zie ik niet helemaal juist, hè? Nou, ik denk het ook tegelijkertijd wel. Want het wordt, het is natuurlijk sowieso al een mooi gebied om doorheen te fietsen. Eigenlijk kan je zeggen dat het nu al heel mooi is om doorheen te fietsen. Maar nu is het vooral door de weilanden. En straks wordt de variatie alleen nog veel groter. Omdat er straks een aantal weilanden worden omgezet in natuurgebied. Die krijgen andere kleuren, er komen meer bloemen in. Die gaan meekleuren met de seizoenen. Dus de variatie wordt groter. En dat fietsen dat wordt alleen maar aangenamer.
Het is niet zo dat er heel veel extra fietspaden bij komen, maar je kan hier al heel mooi fietsen over de Veensteeg en over het fietspad langs de Grift. Er gaan wel wat wandelpaden nog bij komen. Ook niet overdreven veel, omdat tegelijkertijd is het ook natuur die heel kwetsbaar is en die niet goed kan tegen heel veel betreding. En we willen ook graag veel vogels, veel bijzondere vogels. En die hebben ook liever niet te veel verstoring. Dus het wordt niet een heel gebied waar je dwars doorheen kan. Maar er komen wel een aantal wandelpaden doorheen waar je ook korte ommetjes en struinroutes kan maken. Maar ook wel langere routes. Dus dat, het wordt in zeker relatief beter. Ja. Er staan hier eigenlijk drie verschillende, landtypes. Natuurtypes, ja. Maar met twee van die types, daar maken de boeren ook heel veel gebruik van. Hè? Of daar kunnen zij iets mee. Ja, ja, de natuurtypes die hier zullen komen zijn vooral ook kruidenrijk grasland, blauwgraslanden en trilveen. Gebieden. En wat boeren betreft hebben zij het meest ervaring met kruidenrijke graslanden. En daarvan is misschien ook nog iets te gebruiken in de bedrijfsvoering. Maar dat is afwachten, omdat we niet precies weten wat er gaat groeien. En er mogen natuurlijk geen bloemen en kruiden gaan groeien die niet zo goed zijn voor het vee. En als je dan nu, als je dit voetpad al zou lopen of je zou hier fietsen, kom je dan ook echt in drie verschillende omgevingen? Kun je dat ook echt merken, zeg maar? Nou, het zal niet zo heel erg strak afgescheiden zijn. Het zal meer een afwisselend geheel worden. Waar het ene moment zijn er plekken waar inderdaad die blauwe gloed van bijvoorbeeld de blauwe zegge is. Zo'n grassoort. En op andere plekken zal het weer wat meer wit zijn van de weenpluis. En aan de volgende plek is het misschien ook gelig van bijvoorbeeld boterbloemen op kruidenrijke graslanden. Dus het zal een beetje vloeiend in elkaar overgaan. Is ook de bedoeling. En ja, gelukkig, die rechte lijnen die komen in de natuur bijna niet voor. Dus die gaan we straks ook veel minder zien. Het gaat veel meer vloeiende lijnen worden. Ja, want als de planten terugkomen, komen de insecten terug, komen de vogels terug en zo on. Ja, dat is het inderdaad het idee. En dan hebben we straks vanuit de Wageningen gezien een prachtig nieuw natuurgebied zo dicht bij de deur. Ja. We hebben al de bossen op de Veluwe en de Uiterwaarden. Maar straks hebben we misschien wel de meest bijzondere natuurgebieden hebben we wel in het Binnenveld liggen. Blijft het gebied ook toegankelijk voor iedereen de hele tijd? Dus dat je het kunt volgen eigenlijk, als je regelmatig wandelt of fietst daar? Als je wandelt en fietst, dan vanaf de Veensteeg en het fietspad kun je er goed op kijken. In ieder geval, zoals ik al zei, het is in het middengebied is ook heel erg nat. Dus ook niet aanlokkelijk om te lopen en kwetsbare natuur. Dus het is zeker geen struin natuur om dwars doorheen te gaan. Nee. Maar vanaf de fietsen en voetpaden is die ontwikkeling denk ik heel goed te volgen. Er komt ook een stukje vlonderpad door het trilveen, waar je ook wat meer midden door het natte gebied heen kan lopen en het van dichtbij kan beleven. Ja, oké. Nou, we zijn benieuwd. Dank jullie wel. Wij ook. Okay. Ook bedankt.